Verwacht dat de veiling minstens 150.000 euro zal opleveren. In de eerste klasse van het voetbal is Club Brugge gisteravond maar net ontsnapt aan een nieuwe nederlaag, Eddy. Ja, een handvol seconden heeft er om mee af te sluiten. Ja, bedankt, Eddy. En we eindigen met beelden van de Amerikaanse kunstenaar Spencer Tunick. Tunick maakt foto's van naakte mensen op bijzondere plaatsen over de hele wereld. Hij deed het alles in ons land, in de straten van Brugge. En nu heeft hij 150 vrijwilligers in hun blootje de Nederlandse tulpenvelden ingestuurd. En dat was het voor de middag. Ik wens u alvast nog een aangename maandag.